dat geluid. Kijk, ik maak het een beetje schoon zo. Een beetje krabben. Dus ik denk, Jezus, wat krijgen we nou dan? Een kop in de grond. Dat is apart. Wie is het? Van wie is die? Wie is de man die hier afgebeeld is? Hoe komt hij in de grond hier? Waarom zit hij in de grond hier? En wie heeft dat ding gemaakt? Het is echt een super sprekende kop. Alleen hier is een stuk is kwijt en dat heb ik gedaan, dat is de schop. Helaas, maar goed, beter het oor dan de neus. Want wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Het is niet lelijk, maar misschien dat degene die hem in de grond gestopt heeft, een hardgrondige hekel had aan die persoon. En denkt, nou wil ik zijn kop niet meer zien. Dat zou kunnen. Ik weet het niet.